Het vaccin is uitgebreid onderzocht. Dat gebeurt in verschillende fases, fases 1, 2 en 3. Elk van die fases is doorlopen. Elk van die fases is ook beoordeeld door de autoriteiten. En in elk van die fases wordt nadrukkelijk ook naar bijwerkingen gekeken. En heeft er uiteindelijk toe geleid dat het vaccin is goedgekeurd door de autoriteiten en dus gebruikt kan worden. Dus er is heel goed gekeken naar de veiligheid van het vaccin. Het vaccin verandert niets aan het DNA van de mens. Het vaccin bestaat uit een klein stukje RNA van het virus, dat wordt ingespoten. Dat zorgt ervoor dat er in het lichaam een stukje eiwit gemaakt wordt wat identiek is aan het eiwit van een deel van het eiwit van het virus. Daarop reageert het lichaam met het vormen van antistoffen en daardoor worden we in de toekomst beschermd tegen nieuwe infectie. Maar het RNA lost op en komt niet in het DNA terecht. Het effect van het vaccin bij zwangeren is nog niet onderzocht. Dus in de studies die gedaan zijn, waren mensen die zwanger waren geëxcludeerd. Daarom kunnen we niks zeggen over de veiligheid van het vaccin bij zwangeren. Dat moet eerst verder onderzocht worden. Er is geen reden om bij zwangerschapswens af te zien van het vaccin. De vaccins die we nu hebben zijn zeer effectief, bieden tot 90% en meer bescherming tegen de COVID-infectie. Al deze vaccins die we hebben tot nu toe zijn getest in twee doses. De eerste dosis en dan 3 weken later de tweede dosis. Op basis van de analyses die gedaan zijn, lijkt er al enige effectiviteit te zijn na die eerste dosis. Maar dat is moeilijk in te schatten omdat daarna altijd die tweede dosis komt. Dus we kunnen niet precies zeggen hoe groot de effectiviteit is na die eerste dosis. Maar we weten in elk geval uit de studies dat een week na die tweede dosis dat de bescherming meer dan 90% is. Ja. Ook na vaccinatie moet iedereen zich nog steeds aan alle maatregelen houden. Het vaccin is een onderdeel van het totaalpakket aan maatregelen dat we hebben. Voorlopig zullen nog relatief weinig mensen gevaccineerd zijn. Heeft het virus nog alle kansen om rond te gaan en blijven we gewoon met z'n allen alle maatregelen uitvoeren.